Waar is Jolanda nou weer mee bezig? Ja, Jolanda heeft weer een nummer op haar been gespeeld, Henk. Het was 8 jaar geleden dat ik wedstrijden reed. Maar ik had er gewoon weer zin in. Het is gewoon mooi geweest. Ik heb fantastische jaren gehad. Toch dacht ik, 8 jaar geleden, die zien we nooit weer terug. Nou Henk, is dat zo? Ik vind schaatsen gewoon hartstikke mooi, weet je. Ik vind het, ik hou gewoon echt van deze sport. En ik heb echt wel een paar keer gedacht, stap je de eerste keer weer op het ijs. En dan denk je, waarom zou ik dan stoppen? Ik hou echt van het gevoel en dat, techniek en die snelheid. Ik vind dat gewoon gaaf. Dat is een gek kind eigenlijk, hè, die Jolanda. Ja, dat klopt, ja. Want ze was toch gestopt? Ja, ze was gestopt, maar op woensdag reed ze nog behoorlijk door. En ook op maandag trainde ze nog, dus die vindt het veel te leuk. Ik zei, ik vind nogal wat. Hè? Ze ben altijd nog aan het zwaken, ze hebben Roezeltjes, het Lenny. Ik voel nogal wat. Maar het is heel leem. Jeetje. En het vroeg ook weer wat van die. Ja, ik ga gewoon met. En ik mok wel weer een broodje. Het is net nog laat genoeg dat mijn dochtertje nog even wakker kan blijven. Dus die staat ook te kijken. Dus die kan nog even zien hoe mama wedstrijden rijdt. Dus dat is hartstikke mooi. Op deze leeftijd zijn er eigenlijk heel weinig dames die nog competitie rijden. Op deze leeftijd, zegt ze. Je gaat geen leeftijd noemen? Nou, jawel. Ik wil wel zeggen hoor. Ik ben gewoon 42. Je bent de oudste van dit peloton. Ja, het is wel bizar. Want er was iemand die had alles uit zitten rekenen en zo. Hè. Dat was blijkbaar de oudste. En de jongste hier is dus gewoon 16 jaar. Ja, ik moest wel wennen aan het nummer trouwens. Ja, 43. Nummer 10 was wel mooi, hè? Ja, moest ik ook wel. Ik denk, misschien hebben ze dat op leeftijd gedaan of zo. Verwacht dat ik volgend jaar nog een keer rij. Oh, vast en zeker. Doei. Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!